De 101 Airborne Division uit en dan het 502 Parachute Infantry Regiment. Het 101 bestond uit drie regimenten, het 501, het 502 en het 506 en wij doen het 502. De parachutisten die bekend zijn, als u belangstelling hebt voor de Tweede Wereldoorlog, vastgezien de serie Band of Brothers, dat waren de 506 Easy Company mannen en wij zijn van de 502 Able Company, die beelden wij uit. Ik weet niet of u al op ons kamp geweest bent. Als dat niet zo is, dan straks als de demo afgelopen is, bent u daar uiteraard van harte welkom nog. Dan laten we u van alles zien. Onze Engelse afdeling heeft een Mandarin's afdeling. Daar zijn ze ook echt, zoals u ziet, wielen aan het vervangen. Messen aan het slijpen, gereedschap aan het maken. Dus wij beelden het hier uit zoals het was in de Tweede Wereldoorlog. Wat wij gaan doen, is we gaan u laten zien... welke wapens er in de Tweede Wereldoorlog gebruikt zijn. En ik vertel wat over de techniek van die wapens. Ik vertel wat over ballistiek. Dus over de munitie die gebruikt wordt. En we laten ook nog de wapens horen. Dat laatste is even van belang voor u. Er zijn wapens bij. We beginnen met de kleinste wapens. Die knallen nog niet zo hard. Hoe groter het wapen wordt, hoe zwaarder het wapen wordt, hoe harder ze knallen. Dus we zullen er steeds even u aan herinneren. Denk aan uw oor als geschiedenis. We gaan beginnen met het pistool. En het pistool is de Colt 1911. Andreas die laat hem zien. Als er nog iemand is die aan die kant nog even een pistool kan laten zien. Dat is een mooie. Het Colt 1911 pistool. Het is een pistool voor de zelfverdediging vooral. Hè? En ik ga u even vertellen voor de rest van de demo wat van belang is wat u moet onthouden. Twee dingen. Een beetje de lijn is, hoe langer de loop, hoe zuiverder het wapen. En hoe groter de patroon, hoe krachtiger de patroon, hoe verder de kogel die uit die huls komt, afgeschoten wordt, hoe verder die komt. Als je ergens veel kracht achter zet, dan gaat die heel ver weg. Dat zijn even twee dingen om in gedachten te houden. Nou, als we dan kijken naar het pistool, de Colt 1911, dan heb je een heel klein loopje, dat is echt maar dit gedeelte. Heel klein. En de patroon is ook heel klein. Wij schieten met 9 mm patronen, maar in het echt, in de Tweede Wereldoorlog, was het pistool had een kaliber .45. En dat is een grotere patroon. De grotere patroon. Het is de reden dat wij de 9 mm schieten. De reden dat wij 9 mm schieten is dat deze patroon heel duur is. En we met 9 mm gewoon goedkoper de demo kunnen geven. Maar we hebben ook een originele Colt 1911 uit de Tweede Wereldoorlog. En dat wapen wordt even horen, dan kunt u het verschil horen. Het zijn dus grote patronen. Dit is de patroon die erin zit. Heel dik, alleen niet zo lang, hè? Die huls is niet zo lang, dus er kan wat minder kruid in. En als er minder kruid erin, hebben we net geleerd, dan gaat hij van de hele weg. Hebben we dat geleerd? Hebben we net geleerd. De Colt 1911, dus echt voor de zelfverdediging. De parachutisten die kwamen natuurlijk uit de lucht vallen. Die werden in vijandelijk gebied werden die getropt. Dus die moesten, als ze neerkwamen, kon het maar zo zijn. Dat ze terugkwamen en moesten zich direct kunnen verdedigen. Dus de paratroopers die waren verzot op de Colt 1911, want die had je in een holster zoals ik het hier heb, een holster aan het rechterbeen, aan het linkerbeen als je links was. En dan kon je dus heel snel als je pistool trekken om jezelf te verdedigen. Daarentegen, kleine patroon, dus tot 25, heel oud en ding wat ik gebeld op mobiele telefoon. Ja, dan zeg je toch, ik ben even in. Toen deden ze dat gewoon, even stoppen, even wachten. Voor de zelfverdediging dus. Het effectief bereik, hè, het effectief bereik, dat is daar waar je richt, daar raak je ook. Dat raak je ook is ongeveer 25 meter, maar dat hield er echt wel op. Dus echt voor close combat, echt het nabij gevecht, de Colt 1911. We gaan het even laten horen. Ik weet niet of jullie met z'n tweeën en ik doe ook mee. Goed klinkt. Waar schiet er al? Nou, heeft ze al even geschoten? Nee, maar schiet. Denk om de oren. Bang! Ja,
met vier. Zie je al het publiek zo neervallen. We blij dat daar niet staan. Ja. Heel loop warm geworden. Ja, ja. Nou, heb je ook niet. Je ziet dat ik, als wij geschoten hebben, de wapens even controleer. Dat is natuurlijk voor de veiligheid, voor uw veiligheid, maar ook vooral voor onze veiligheid. Dat als we straks, dat we straks niet verrast worden dat er nog ergens een patroon in de kamer zit. De Colt 1911, dat was dus een 9 mm, maar de punt 45 vind ik toch wel iets indrukwekkender. Die gaat Kees even laten horen. Dan kan ze met een punt 5. Ik kom u horen. Iets indrukwekkender, hè, dan die proefjes van de 9 mm. U zag dat Kees een storing had. Dat heeft niks te maken met de schutter. Dat heeft te maken met het feit dat... Heeft iemand even voor mij een grote... 308 of 303? Ja, helemaal goed. Dit is een echte patroon. Daar zit een kogelpunt op en die gaat het wapen uit en die doodt de vijand. Wij hebben blankfiring munitie, dus losse klodders. Dus die punt zit er niet op. En aan het eind van de rol zit alleen een dopje. Daardoor is het heel plat. En de patroon die wordt aangevoerd vanuit het magazijn via een aanvoerhelletje in de loop. Omdat dit mooi rond is, hartstikke mooi in. Dit is de patroon die er bij ons in gaat. Er zit niet zo'n mooi kopje op. En die blijft nog wel eens steken, dan gaat hij niet goed in de loop in. En dan hebben wij een storing, maar die kunnen we uitsteken. Nee, dat gebeurt dan. De volgende wapen wat wij laten zien. Het is een M1 kalibier. Ik ben via de molen. Maar de werking van de wapen. Je hebt drie soorten wapens. Dat zijn grendelwapens, grendelgeweer. Bij een grendelgeweer moet je voor elk schot een handen doen. Elke keer moet je de grendel overhalen. Kijk, die meneer die is ook de grond. De patroon wordt weer in de loop. En weet je welke grote fan? Een semi-automaat. Die laat je met een magazijn. Die via de zichtbaar gaat komen. Maar dat is ook nog. Die zorgt ervoor dat bij elk schot automatisch... Dus ik hoorde dat de hele tijd al gehaald wordt, dat het nieuws als de kamer komt in de loop komt. Dus je hoeft niet steeds die handelingen voor de grendel. Eén keer grendelen, dan kun je doorschieten op magazijn weg is. Elke keer als je de trekker opgaat, dan is het semi-automaat. Half auto. En je hebt automatische wapens, dat zijn ze. Het is een automaat. De punt 50 nog. Hier sprongen de parachutisten dus mee, mensen. Dus je had een hele bepakking. De parachutisten hadden hun eigen gewicht aan bepakking en wapen hadden ze nog een keer bij zich. Stel je dat voor. De M1-karabijn was liever bij de vader, omdat het geen dicht is. Als je in de lucht valt, die zware kern. Daar waren ze verzotten. En je hebt ook twee versies. Je hebt er eentje met een vaste kolf en je hebt er eentje met een klapkolf. Gaat nog niet schieten. En die klapkolf is handig voor de parachutist. Want die hadden een legbag om
was aan het been. Waar die ingeklapt in kon. En daar sprongen ze mee. En zodra dat had je een soort hof. Kon je er snel uithalen en kon je schieten. Dan komen we weer even terug bij de wapenleer en de munitieleer. En ballistiek. De loop is al een stuk langer. Die loopt van hier tot daar. De patroon die erin gaat, dat is al een grotere patroon dan we net zagen. Die huls is al veel langer, dus in die huls kan meer kruid en door dat meer kruid krijg je meer kracht mee. Alleen, hij is nog niet zodanig krachtig dat je er echt heel ver mee kan schieten. Effectief bereik 250, 300 meter, nou in vergelijking met het pistool, de 25 meter, is dat natuurlijk al heel ver. Maar het is niet een heel krachtig wapen, ook als je er toch geraakt werd, wat gebeurt in de oorlog, hè? Je bent geraakt met kogels. Dan schakelde je vijand niet zomaar uit, omdat er weinig energie achter de kogelpunt zat. Dus wat deden die paratroopers vaak? Een hele hoop gooiden als ze op de grond waren hun wapen weg op het moment dat ze hun doden zonden en namen ze een kern, omdat de kern een veel krachtiger wapen is. We zullen het ook horen, als we het zo meteen laten horen, een kern in de vergelijking veel zwaardere munitie. Mag je de oren van dit? We gaan de karabijn laten horen. Ja. Nog een karabijn. Ik ga wel er niet in. Nee. Nee. Nou, geluid dan. Hoe voelt hij nou? Heel spannend. Nou, je ziet dat je er ook verschrikkelijk snel mee kan schieten. Hè? Dat is niet hard hoor. We gaan niet voor dicht te doen. Maar zoals gezegd, lekker makkelijk, lekker handig, handzaam, licht, maar effectiviteit wat minder. Er komt ons niemand mee te gaan. Dat was lekker niet hard. En dat is nog wel her. Ik ga gewoon niet wapen, maar meer geld dan de Tweede Wereldoorlog. De F1 is een mooi wapen. Tot ver na de oorlog gebruikt in het Amerikaans verleden. De loop, dat zien we alweer. Die is al een stuk langer. Die loopt echt van hier. Tot daar aan het eind. Ik denk dat deze wel hard is. De patroon is een enorme patroon. De huls is heel groot. Er zit verschrikkelijk veel kruid in. Een mooie, slanke punt zit erin. Effectief bereik. Nou, 800 meter, geen probleem. Is het 800 meter, daar waar je richtte, en je doet je wapen steady, dan raakt hij ook wat je wilde raken. Een enorm verliefd wapen. Ik mag zeggen. Amerikaan. Het bijzondere van de kern is, het verschil met de karabijn bijvoorbeeld, en met een pistool, wordt het magazijn altijd onder het wapen geladen en bovenop zijn grendel. Niet te warm, maar dat zelf. De patronen, achter een clip. En die clip die gaat boven in het wapen, dat zullen ze zo demonstreren. En die clip gaat erin, de grendel wordt overgehaald, je kunt schieten, en aan het eind van de clip natuurlijk uit, want de volgende clip moet erin. En dan zult u zien dat het wapen die clip vanzelf uitgooit. Dus je hebt geen magazijn wat eronderin zit, maar een clip die er bovenin gaat. Ik wil even demonstreren hoe die clip erin gaat, als jij het bent richten. Hij was het net aan het doen. Blijft hij weer hangen? Dat beschiet ook een keer en werd gesterilieerd. En naar de mensen richten naast hem, hebben ze het al wat gebouwd. Deze klappen echt heel hard, jongens, als jullie om de beurt schieten, niet zo snel. Dat zijn 8 schoten, dus tel even mee. En bij het laatste schot komt die clip eruit. Goed naar het wapen kijken. Ik vind het wel daar. Oh, wat lekker. Uitblokken. De haren vlogen van mijn kop. Ja, kijk, hier staat het. Ja, ben je. Moet je een handeling doen, een grendel naar achter te halen en weer naar voren. Dan mag je nog om de leger hulp eruit te halen en de nieuwe patroon erin te doen. En ze moeten tegen het uitslaan. En we hebben net gezien dat de kern half automatisch is. En die dus steeds kan afvuren zonder te grendelen. Zo'n wapen hoort. Dit wapen heeft ook een knip
Net zo groot als die in de kern eigenlijk, een hele krachtige patroon. En we gaan dus even kijken dat als je aangevallen wordt, of een Duitser, of aangevallen wordt als Amerikaan, wie er het eerste zijn vijand is. Wie het eerste is. Komt er weer, Jan? Komt er weer. Ja, die Duitsers is zo druk. Iedere keer was opnieuw aan. Mooi klap, hè? Ja, een beste klap, hè? Kom zo. Je ziet dat zo'n kern, de plannen waarvoor dat ze begonnen, natuurlijk veel sneller is en je veel effectiever bent om je aangevallen. Ja, hoor, dat is het. Op elke keer dat de mikking nog veel beter gaat, als je goed om een keer ja, dat kan. 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 Het volgende wapen wat we jullie laten zien is de Thompson machine. Oh, dan krijgen we de machine er weer. Ja. Salvo. Wat hadden jullie? We gaan over naar de volgende wapen. En dat is het laatste wapen wat we hadden. We gingen weer, zaten tijdens. Ja, ik had een machine. Ik heb wel zo'n machine geweer. Is het een automaat? We hadden er twee versies van. Andreas heeft er een en Kees heeft er een. We hebben de vroege versie, de eerste versie en de tweede versie. Het verschil zit er vooral aan de voorkant. Daar ziet u iets bijzonders op zitten. Dat is de compensator. De compensator die zorgt ervoor dat de kracht achter de kogel, dus het ontbrande kruid, die komt er aan de voorkant normaliter uit. En doordat hij aan de voorkant uitkomt, zie je ook wel eens in misdaadfilms of oorlogsfilms, als er schietsteun gaat op het geweer. Onder dan wordt de zorg, die compensator zorgt ervoor dat die randjes, die kracht niet alleen aan de voorkant uitkomt, maar ook aan de bovenkant komt je eruit. Je hebt hele mooie foto's van een heel snel fototoestel, en dan zie je ook echt dat er aan de voorkant iets uitkomt, en aan de bovenkant iets uitkomt, en bij deze alleen aan de voorkant. Wat gebeurt er nou? Een soort omgekeerde raket. Die kracht die er hierboven uitkomt, zorgt ervoor dat het wapen naar beneden geduwd wordt. En omdat het naar beneden geduwd wordt, kun je hem mooi voor je houden en ga je niet die beweging maken. Kees gaat hem even. Een oud ding die Kees schijnt aan. Dat zit dan met de oren dicht aan, joh. Die heeft geschoten met de Thompson, dus die gaat ons laten zien hoe het echt moet. Voor jou, hè? Die wil niet meer schieten. Ik wou zeggen. Hij wil een spend Duits doen voor hem, dat is nodig. Ik ga ze heen en weer. En zo onder de bomen, hè? Dus. Want ik zo heb iedereen die ingeschoten.
zo. Ja. Ja. Zoveel magazijnen erin geschonken. Dat is een hard gat. Heb je nog wel gezien? Ja, voor het gat. Dan zijn die oudjes dan ook over. Natuurlijk. Kijk, je moet wel verschillen. Dat doe je net als in de film. Afgelopen. Ik ga nog even een magazijn laden, want dan kan er nog even automatisch geschoten worden. Wat was nog vergeten te vertellen? Die eerste versie vertelde ik u en die tweede versie. Die eerste versie die schiet veel sneller dan de tweede versie. Het wapen is vrij simpel. Je denkt van als je het wapen doorontwikkelt uit zelfs beter maken. Maar ze hebben het versimpeld. Want wat wilden ze? Ze wilden minder grondstoffen gebruiken. Want in de oorlog zijn grondstoffen altijd enorm schaars. Metaal is vooral schaars. Dus ze wilden ook een goedkoper wapen maken. Ze hebben hem dus versimpeld. Waardoor de eerste versie kostte $380 om te maken. En de tweede versie kostte $180 om te maken. Dus je moet hetzelfde doen. Dan kon je er twee produceren. We gaan even wachten tot dat het magazijn geladen is. En ondertussen vertel ik u vast wat over deze jongens die hier nog staan. Die u in het kampement zo kan zien. Dat is eerst de Browning M1919A4. Ook een mitrailleur waar ze achter lagen. Met een grote band erin. Dezelfde patronen als de Gerndt. De Gerndt, een heel effectieve patroon. Grote roos, scherpe punt. Een effectief wapen om de vijand op afstand te houden. Of dekkingsvuur af te geven als de manschappen optrokken richting de vijand. Deze grote jongen, dat is de Browning M2. Een punt 50. De mensen daar kunnen het niet zien, maar we moeten straks maar even kijken. Zo. 1,0 joekels van patronen. Niet zozeer gemaakt alleen om de vijand uit te schakelen, dan wel om voertuigen om elkaar te schakelen. Je schiet er zo mee door een motorblok heen. Daarmee schakel je het voertuig uit. De M2 wordt nog steeds gebruikt in het Amerikaanse leger. Daar waren de jongens van ons, de Amerikanen, die nu nog voor onze vrijheid in de wereld vechten over de hele wereld. Wij zien op televisie. Daar staan ze op de rivier op de panzerwagens, de .50, enorm geliefd en onbetrouwbaar wapen. De 60 mm mortier. Hebben ze ook een hoofd? Slag apart. Het is een kanon. Heel simpel. Het is een buis. Die buis. Daar gaan 60 granaatjes in. Aan de onderkant zit een detonator opsteken. Er zit een pin onder in die buis. En als die granaat naar beneden toe valt, stop je het aan de bovenkant in. Dan wordt die ontstoken. Gaat die uit die buis. Dat is de soort, dat is de loop. En daarmee schiet je je projectiel af naar de vijand. Dit kun je verstellen. En een beetje wiskundige, die kan het wel bedenken. Hoe vlakker je hem zet, hoe verder je schiet. Dus als je hem helemaal omhoog doet en je zet hem rechtop, waar komt hij dan neer? Op je pan. Helemaal. Dus dat kan niet. Ik kan niet helemaal rechtop staan. Deze werd ook gebruikt door de paratroopers. En die werden ook gewoon meegenomen als ze landen. Ik weet niet of ze ook meegingen aan de parachute met de gliders. Dat ging de gliders. Of ook met de parachutisten. Ook met de parachutisten. Nou, enorm zwaar. Zijn wij inmiddels gevuld met een... Ja, goedemorgen. Dan ik jou... Ja. Dat is na de de jaren 60. Zijn oude bussen die hebben hier al gehad. Dat vond hij wel leuk. Dat vond hij wel leuk, ja. Ja, hij kan het nog steeds. Hij kan het nog steeds. Weet je, jammer dat ik niet kan. Die man is nog niet zo oud, hè? We moeten wat voor over hebben. Die ex-schoten, hè? Hiermee beëindigen we onze demonstraties. Wel een heleboel dingen. Maar we hebben nog naar de hand. Ja, meer. Het is niet in de orde. Nee, het is nog een kind. Kindsoldaat.
Hij is ouder dan jij denkt. De tank is de bommenwerper die ons gaat verblijden in de lucht. Dus die houden we even in de gaten. Ondertussen gaan wij door met de volgende groep. Dank voor uw aandacht in ieder geval wat de Screaming Dutch betreft. Straks bent u weer welkom op ons kamp. Verzot op de hulzen, alleen die nemen wij mee naar huis, die mogen jullie niet meenemen. Dus blijf er even allemaal zitten, want nog een groep gaat een demo geven. Zometeen niet als het afgelopen is met z'n allen hier overheen, als we de eerste hulzen gaan gedaan geven. Straks zijn ze een hulzen kwijt.